Welkom alweer bij de allerlaatste NEC-update van dit jaar richting de allerlaatste wedstrijd voor de ploeg van Rogier Meijer van dit kalenderjaar. Maar voordat we daarop komen, even nog terug naar afgelopen vrijdag. Want ja, er werd gewonnen thuis tegen Fortuna Sittard. Kortom, de sfeer moet na die wedstrijd er goed hebben ingezeten. Ja, dat zei ik al na de wedstrijd. Als je op vrijdagavond wint, is het extreem lekker natuurlijk. En uiteindelijk als je vier mooie goals maakt, 4-1 thuis wint in de laatste thuiswedstrijd van het jaar. Ja, dan is dat wel lekker, ja. Het was ook eigenlijk een beetje de doelstelling om die 9 punten te pakken. Als je hem dan ook haalt, loop je dan ook met z'n allen de Polonaise? Nee, dat niet. Uiteindelijk zijn we halverwege het seizoen. En telt de stand uiteraard wel, maar uiteindelijk telt hij pas aan het einde. Maar het is wel prettig dat je een bevestiging krijgt van hetgeen wat je aan het doen bent. En dat je 9 punten pakt, dat is natuurlijk fijn voor dat gevoel. Hoe was die ontlading vrijdagavond na die winst op Fortuna? Ja, ontzettend mooi. Als je kijkt, een week geleden, twee weken geleden stond je op de 16e plek. En als je nu 3 keer wint, sta je er in één keer heel anders voor. Sta je op de plek waar je wil staan. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen, je pakt 9 punten in een belangrijke week. Het spel wordt ook steeds beter. Je zit in die flow inderdaad. Je zegt al, dan komt die winterstop eraan. Ja. Dat is balen, toch? Ja, dat is wel voor jammer. Maar ja, ook weer tijd om de batterij op te laden en samen te werken op trainingskamp. En dan richting Feyenoord weer toe te werken. En ja, dan woensdag echt de laatste wedstrijd voor dit jaar. Ja, wedstrijd bedoel jij natuurlijk. Nou, ik denk ook de training of ga je nog trainen daarna? Nee, we gaan niet meer als groep trainen. We hebben morgen de wedstrijd en donderdag zijn we nog bij elkaar voor een afsluiting. Dus het is vandaag de laatste training, morgen de laatste wedstrijd. En een wedstrijd die we graag willen winnen, omdat we gewoon door willen in de beker. Ja, NEC speelt dus uit tegen GVV voor de beker. En je hebt nog niet zomaar gewonnen van een amateurclub. Nou ja, er zijn voldoende voorbeelden van te vinden dat dat niet altijd makkelijk is. En ook in dit bekertoernooi, de eerste ronde, zijn er voldoende clubs uitgeschakeld door amateurclubs. Dus daar hebben we denk ik waarschuwingen genoeg al in gehad. Maar dat het lastig is, ja, dat is wel gebleken. En uiteindelijk ligt dat ook voor een deel bij onszelf. Op het moment dat wij scherp, geconcentreerd aan die wedstrijd beginnen, met voldoende energie, dan denk ik dat wij voldoende kwaliteit hebben om te winnen. Maar doe je dat allemaal iets minder dan normaal, dan wordt het iets lastiger. Amateurclubs, ja, het zijn vaak lastige tegenstanders voor profclubs. Ja, zeker. Je hebt gezien in het verleden dat ze best ver kunnen komen. Maar ja, aan ons taak om gewoon ons ding te doen, hoge intensiteit te brengen en gewoon die wedstrijd te winnen. Ik mis er een paar op de training. Is dat bewust? Zijn die allemaal blessuren? Of? Nee, ja, die zijn er allemaal niet, omdat er verschillende redenen zijn. Van ziekte tot kleine pijntjes. Dus definitieve oordeel zullen we daarover vellen. Maar dat zie je niet zijn. Dat geeft wel aan dat ze niet topfit zijn. Nee, dus dat betekent dat je weer een beetje moet puzzelen. Of aan de andere kant, nou ja, je hebt ook wat jonge spelers die dan de mogelijkheid geven om het te bewijzen. Nee, klopt. En de afgelopen weken zijn natuurlijk Kodai, Robert, die kloppen ook op de deur. Dus het zijn voor hun ook goede wedstrijden om te spelen. Dus ja, dat zullen we morgen even bekijken. Voordat we dan af gaan sluiten, ja, hoe ziet de kerst er eigenlijk uit bij bijvoorbeeld Bart van Rooij of bij trainer Rogier Meijer? Wat tijd met de familie, wat tijd met de schoonfamilie. Dus dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk. Daarnaast gaan we nog met gezin een nachtje naar Antwerpen. En dan is vooral rustig aan, misschien wat spelletjes spelen en de tijd lekker doorbrengen. Hoe is dat, kerst bij de Meijers? Oh ja, rustig. Ik bedoel, we gaan met de familie lekker een beetje eten. We gaan nog even weg in Nederland. En dan is het zo weer 2 januari. Maar het is lekker om even met elkaar te zijn en even uit te rusten. Dus kijk wel naar uit. En dan moeten we hem doen, hè, de update. Hè? Ja. Ja, ja. Heb je al vragen voorbereid? Weet je al wie je wilt gaan spreken? Ja, jij geeft aan de update, maar zoals ik al zei, jij mag hem invullen. In ieder geval gaan we de trainer interviewen. Misschien wil je iets weten speciaal, maar misschien heb je wel een teamgenoot en je zegt van nou, daar wil ik wel eens wat meer van weten. Oké, ja, is goed. Ik ga erover nadenken. En zoals ik de vorige keer ook heb gezegd, als de kijkers nog suggesties hebben, dan mogen ze het laten weten. En dan gaan we er iets moois van maken. En dit was hem dan, de allerlaatste NEC-update voor dit jaar. Wij gaan ook even lekker met winterstop, even lekker met vakantie, lekker genieten van de kerstdagen. Maar zijn alweer snel bij je terug, want wij vliegen ook mee richting Spanje. Dus vanaf 2 januari zul je weer dagelijks een update krijgen vanaf het trainingskamp in Spanje met NEC. Do you know NEC? Nope. Do you know NEC? No. Voor nu hele fijne feestdagen en graag tot de volgende.